Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Zorgtalent. Welkom bij een nieuwe uitzending van Aan tafel met Leendert. Uiteraard vanuit restaurant Luxor aan de Stationsweg in Leiden. Zometeen hebben we het over Ondernemersdag 071. Die is volgende week in Corpus. Maar eerst gaan we met de stadsdichter praten. Goed nieuws, hij blijft een jaartje langer. En hij zit bij mij aan tafel, Wouter Idema. Wouter, welkom in de uitzending. Hi, dankjewel. Ik zeg goed nieuws, je mag een jaartje langer blijven, hè? Ja. Jij wist dat stiekem al. Ik wist dat stiekem al, ja. Voor ons is nieuws. Ja. Het mag, maar het is ook een beetje mijn eigen keuze geweest. Ja, want het bevalt. Het bevalt. Ja, want je werd 2 jaar geleden stadsdichter, hè? 2 jaar geleden, eind januari, 29 januari, zo uit mijn hoofd, was er een verkiezingsuitslag op de grote verkiezing van de nieuwe stadsdichter. Ik zal die avond nooit meer vergeten. En dat is niet om jou te beledigen, maar nee, dat komt niet door jou. Ik weet het is ook de Tariq-avond. Die avond was... Die de NOS kwam wandelen met zijn neppistool. Ja. Nou ja, laten we hopen dat dit nieuwsfeit langer overleeft dan Tariq. Ja, ja 2 jaar stadsdichter. Je hebt het overgenomen van Jaap Montagne. Ja. Wat geen gemakkelijke opgave trouwens is. Omdat, dat wist jij toen ook. Ja. Is je wel gelukt? Volgens mij wel. Ja, overgenomen. Ik heb echt mijn eigen ding gedaan. Ik denk dat dat ook goed is. En het leuke is, ik zie Jaap nog wel regelmatig her en der. Leiden is niet zo groot natuurlijk. En dat gaat gewoon goed. En je hoort ook van iedereen, je doet het allebei op je eigen manier. En we zijn gewoon erg tevreden met hoe ik het doe. Ja, dat is mooi. Je hebt een heel andere stijl. Jaap Montagne is een beetje van... hoe noem je dat? Het meer zingend vertellen van een gedicht. Hè? Ja, en Jaap is wat losser, wat vrijer, denk ik. Ik ben iets strakker, iets technischer in het schrijven. Dat vind ik heel leuk zelf, omdat elk woordje op de juiste plek staat. En ik denk dat onze stijl is gewoon anders. Ik kan het niet goed duiden. Ja, je bent wat meer een klassieke dichter. Denk ik zeker wel. En Jaap zegt wel meer ook geïnspireerd op jazz. En dat hoor je ook aan zijn poëzie. Ja. Ja. En dan in Leiden, de stadsdichter, in ieder geval elke maand... is de bedoeling dat je een gedichtje aflevert? Ja, het is dus niet echt een bedoeling. Ja, het ligt heel erg aan wat er gebeurt in de stad en waar je voor wordt gevraagd. Je wordt vaak opgetrommeld bij toch de wat serieuzere, ingrijpendere ontwikkelingen in de stad. Ja. Noem er eens een paar, dat je denkt van dat zal me nooit meer vergeten. Nou, vorig jaar was er een Freedom Walk. Daar was Mustafa was daar ook bij. Ja. Dat is wel bijzonder, want dat is dan een soort, dan kom je bij elkaar om te laten zien, jongens, we zijn met z'n allen bij elkaar. Ja, en dan zie je dat poëzie er ook iets kan brengen. En wat ik altijd heel bijzonder vind, is de dodenherdenking. Ja. Dat is... Nou, laten we dat even een mooi moment om daarop aan te sluiten. Want ik heb je natuurlijk gevraagd, hè, want we kunnen blijven kletsen, om ook te gaan voordragen. Ja. En je hebt, stuur gewoon 2 gedichten die voor jou belangrijk zijn, de afgelopen 2 jaar belangrijk zijn geweest. Eén daarvan is een gedicht die jij gemaakt hebt voor de dodenherdenking. Ja. Waarom heb je die opgestuurd? Dus waarom zei je van, ik wil die... Nou, om dus te laten zien dat die poëzie ook echt wel voor wat zwaardere momenten iets kan betekenen. En voor mij was dit ook echt een bijzonder moment, want je staat dan na de stilte, krijg jij nog even het woord. Ja, dan dat is best wel pittig. Want dan zijn mensen helemaal in hun eigen belevenis van dat herdenkingsmoment. En dan moet jij het maar zien te vervullen dat je er iets over zegt wat ook nog mensen raakt. En volgens mij is dat gelukt, want ik was dit jaar voor de 2e keer teruggevraagd. Aankomend jaar mag je weer. Maar dat wordt dan dus de 3e keer, ja. En doe je dan hetzelfde gedicht? Nee, dus ik heb elke keer wat nieuws geschreven. Dus blijkbaar deze is van welk jaar? Van dit jaar, dus dit was de 2e keer. Oké, okay. Pak de camera. Ja. En, de stilte zal betekenis verkrijgen. Ja. De stilte zal betekenis verkrijgen. Seconde na seconde, jaar na jaar. Omdat we dan pas horen wie er zwijgen. Vergeet het vloeken, schelden, janken, dreigen. Wat niet gezegd wordt, is niet minder waar. De stilte zal betekenis verkrijgen. Een ritueel. Waarbij de hoofden neigen, de ogen neerslaan in het openbaar, omdat we dan pas horen wie er zwijgen, als wij er staan voor haar om neer te zijgen.
door glas of porselein te zijn. Kwetsbaar. De stilte zal betekenis verkrijgen. De stilte zal de woorden overstijgen. We komen in haar koepel bij elkaar, omdat we dan pas horen wie er zwijgen. Een blank stuk steen waarop elk mens zijn eigen doden bijtelt. Altijd zwijgend. Maar de stilte zal betekenis verkrijgen, omdat we dan pas horen wie er zwijgen. Mooi. Ga ik even een lullige vraag stellen. Maar hier hoef je geen stadsdichter van Leiden voor te zijn. Dit is van toepassing op elke stad, elk dorp. In misschien wel heel Europa. Ja, wellicht wel. Nog wel meer. Maar waarom heeft dit voor jou toch, dat je denkt van dit wordt bij mij toch als stadsdichter? Omdat ik het in de stad Leiden werd gevraagd om het te doen. Ja. En maar heeft Leiden nog betekenis gespeeld op het moment dat je dit schreef? Dacht je van nou, dit is ook een Leids gedicht? Niet zo Leids als sommige andere werken. En dat was misschien ook wel. Gaan we zo meteen naartoe hoor. Waarom ik dit uitkoos om te laten zien. Nou ja, in sommige gevallen is het heel erg op Leiden gericht. Maar soms is het meer op een Leidse gebeurtenis. En probeer dan iets te schrijven wat meer is dan wellicht Leiden alleen. Of om te laten zien dat nou ja, datgene wat in Leiden gebeurt ook van toepassing is op het grote geheel. Ja, en dan kunnen we eigenlijk gewoon gelijk doorgaan. Want je hebt een ander prachtig gedicht gemaakt wat echt over Leiden gaat. En dan ben je ineens de echte Leidse stad. Ja, dit is echt voordat we verder gaan trouwens. Het is een eretitel, hè? Je bent niet in dienst van de gemeente Leiden om stadsdichter te zijn of zo. Het is een eretitel. Ja. Je doet het omdat je het leuk vindt. Ja. En je hebt ook een steentje bij je huis gekregen, geloof ik, hè? Of krijg je die komt als het goed is. Ja, aan het einde van de riedel komt er een tegel. Hier woonde de stadsdichter. Zoiets, ja. Hier woonde en werkte, ja. Nou, nu een echt gedicht over dit Leiden. Is echt een, en dit zal elke Leidenaar zal zich hierin moeten herkennen. Ik hoop het. We gaan afsluiten met dit gedicht alweer. Dus Wouter, bedankt dat je hier was. En fijn dat je er nog een jaar bent, een stadsdichter. Misschien nog wel langer ook, hè? Of ga je na dit jaar dit is zeggen, echt het laatste jaar. Dit is het laatste jaar, ja. Eerste jaar werken, tweede jaar zaaien en dit is het oogstjaar. Oké. Okay. Dat is het plan. Dankjewel. Ja. Het Rapenburg, de Herengracht, een schitterend gezicht. Een biertje op een boterras. Het laatste avondlicht dat nog in alle glazen speelt. Een kou die als een dief het koekje van mijn schotel steelt. Zo heb ik Leiden lief. De Leidse hout of het plantsoen of toch het ankerpark. Van boom tot boom, van bloem tot bloem met schoffel en met hark. Oranje pakken in het groen, een bont gekleurd motief. Van paars en geel tot vermiljoen, wat heb ik Leiden lief. Van carillon tot klokkenspel, romantisch of gotiek. Op ieder uur en op de helft weer klinkt de klokmuziek. Van booggewelf tot booggewelf, van spitsboog tot ogief. Ik tel er zelf een kerk of 11 en ik heb Leiden lief. De stad wordt oud en steeds verbouwd. Haar aangezicht doorklieft door staal en steen, door merg en been. Pak aan en alstublieft. Al wordt de stad, al wordt de burcht door stad verwurgd, die zich rond haar verhief. Al zwemt de kooi bij grote dooi, toch heb ik Leiden lief. Ze zeggen wel de tijd gaat snel, maar niemand die het ziet. Hier hangt de bui van peen en ui die druipt in het vergiet. Van klapstuk met het Leids ontzet en hutspot haast massief. De haring vloot met witte brood, dan heb ik Leiden lief. En ieder jaar bevrijdt men haar met optocht, feest en lied. Met veel vertoon langs Joppens zoon, de kermis in het verschiet. Het reuzenrad onthult de stad in vogelperspectief. Die mensen daar zijn Leienaar en hebben Leiden lief. De Hoogvliet of een marktkraam,
Een wankel evenwicht. Op elke muur, in ieder raam, de stad is een gedicht. En bovenaan staat steeds haar naam, als bij een liefdesbrief. Ze zal voortaan hierin bestaan. Zo heb ik Leiden lief. En dan gaan we verder spreken over ondernemersdag 071. Volgende week in Corpus. Een bijzondere dag. Een dag met inspiratiesessies waarbij ondernemers komen vertellen over het succes en de geheimen van de Leidse regio. Maar ook een talkshow. Die talkshow, daar kan je je nog voor inschrijven als ondernemer. En dan gaan we het ook over hebben met een van de gasten die volgende week bij de talkshow is. En dat is Gerna Schukking van Leven. Gerna, welkom in de uitzending. Dankjewel. Ondernemersdag 071 is weer terug. Ja. Georganiseerd door de Rabobank en Economie 071. Gezamenlijk met alle ondernemersverenigingen in onze regio. En het gaat nu over de geheimen van de Leidse regio. De geheimen van ondernemen daarin. Bestaat dat? Nou ja, voor de meeste mensen natuurlijk wel. Maar iedereen heeft zijn eigen geheim. Het hangt er heel erg vanaf wat je doet. Waar je gevestigd bent. Met wie je actief bent. Wat je rol is in de regio. Maar ik vind het heel spannend. Want daar zijn met name de lokale ondernemersverenigingen. Dat zijn echt eilandjes normaal gesproken. En om daar nu een samenwerking te zien ontstaan, dat vind ik heel boeiend. Ja, want jij hebt Bladleven. Prachtige glossy. Ja. En jullie, jullie zijn echt een regionaal magazine. En jij kent die ondernemer als geen ander, hè, in die Leidse regio. Ik ken de ondernemer voor zover die ook actief is in de regio. Ja. En afhankelijk is van de regio. Ja. Er zijn ook heel veel ondernemers die hier gevestigd zijn. Maar verder weinig lokale binding hebben. Of toevallig zijn neergestreken. En, van Leiden is een handige plek. Ja, natuurlijk een prachtige locatie. Hè, Schiphol. Logistiek is het ideaal. Ja. En je hebt ook veel mensen die hier wonen. Veel kennis, veel faciliteiten. Dus ja, ik woon er. Ik snap het wel. Maar ook als bedrijf is dit een hele prettige plek om te zitten. Maar dat betekent niet dat ze allemaal even geworteld zijn hier in dit gebied. En bij de Ondernemersdag 071 wordt er wel gesproken over die geheimen van de Leidse regio. In eerste instantie zijn er inspiratiesessies in Corpus. Die zitten al vol. Maar onder andere met Liquid Seal, Baseclear, Infotheek en Parlevliet. Het zijn grote spelers. Ja. Zijn het, ja. En later gaan wij, ik ben er ook weer bij als presentator, maar dan gaan we een talkshow gaan we doen. En daar komt Parlevliet ook weer terug. Baseclear komt daar terug. Jij zit bij mij aan tafel om over de geheimen van die regio te spreken. Maar ook de ondernemersvereniging Katwijk, Economie 071, de Rabobank. Ze zijn allemaal vertegenwoordigd. Wat verwacht jij zelf van die dag? Want jij wil denk ik ook geïnspireerd worden en geïnspireerd weggaan. Ja, daarom ga ik er ook naartoe natuurlijk. Want kijk, ik heb mijn eigen waarheid, mijn eigen realiteit, mijn eigen waarneming. Maar ik wil ook heel graag horen hoe anderen het zien. Want iedereen probeert natuurlijk op zijn eigen manier het wiel uit te vinden. De beste strategie uit te stippelen voor zijn eigen organisatie. Maar om eens over de schutting te kunnen kijken bij iemand anders. Om te horen waar iemand anders mee zit. Of wat de behoeften zijn of wat er leeft. Hè? Want onze prioriteiten hoeven nog niet de prioriteit van de buren te zijn. Ja. Dit wordt georganiseerd vanuit onder andere Economie 071. En die is gericht op de drie O's. Ondernemen, onderwijs, overheid. En er wordt echt gestuurd naar die regionale samenwerking. Ja. Dan denk ik van, is dat niet te veel gestuurd? En is het niet te gemaakt? Of bestaat het echt? Nou, ik vind het wel fijn dat er heel veel aandacht voor is. En op zich, doordat die aandacht er is, creëer je ook nieuwe mogelijkheden. Hè? Door een verband te brengen tussen hogeschool en middenstanders bijvoorbeeld, waar je van elkaar kunt leren, zorg je ervoor dat die studenten ook meer binding hebben met de praktijk. En werkt het? Want het verhaal gaat eigenlijk dat in tegenstelling tot vroeger, een student zeker van de universiteit, die ging bij een bedrijf werken of bleef in het onderwijs. En start-ups is nu helemaal hip. Studenten
gaan ondernemer worden? Of is dat een beeld die niet klopt? Nou, ik denk dat de arbeidsmarkt zodanig is dat ze wel... Moeten. Moeten, ja. Nou ja, dat klinkt als een negatief scenario. Ik denk dat het juist heel veel kansen biedt. Ik denk dat er in de academische wereld vroeger werd er soms een beetje met dédain gekeken naar ondernemers. Van nou ja, hè, dat was eigenlijk hè, je kennis, ja, dat was voor de maatschappij, dat was dat was het hoger goed. En de maatschappij moest dankbaar zijn voor de vruchten die er geplukt konden worden van het harde werk in de academische wereld. Dat is natuurlijk zo. Alleen wat is er mis mee om kennis te combineren met ondernemerschap. In de praktijk te brengen. Ja. Meteen. Hey, maar, ja. Laten we zo over die Leidse regio praten. Jij met het Blad Leven komen jullie echt letterlijk gaan jullie door de hele regio heen om ondernemers te interviewen. Ja. Ja. Maar ook bij de presentaties één keer in het kwartaal van jullie bladen. Ja. Die geheimen van die Leidse regio, die zie jij. Laten we nou het afgelopen jaar nemen. Of het afgelopen anderhalf jaar. Wat zou jij als voorbeeld gebruiken als je het hebt over een geheim van een Leidse regio die jij ontdekt hebt? Of hebben er te veel om te noemen? Nou, ik zie steeds dingen die bevestigd worden. Kijk, we bestaan als Leven inmiddels zitten we in onze 12e jaargang. Dus, maar dat betekent dat niet dat je alles al weet. Hè. Je komt steeds weer nieuwe mensen tegen, steeds weer nieuwe bedrijven, steeds weer nieuwe instellingen. En we zitten niet alleen bij de ondernemer, we zitten ook bij de culturele instellingen, bij de scholen, bij de universiteit, bij de gemeentes. Dus ook bij de bestuurlijke organen. Dat maakt ons blad zo leuk. Dat we diverser zijn dan alleen ondernemen. Maar... Nou, wat ik me een beetje door liet verrassen, hè, de mensen die uitgenodigd zijn, waar wij zo meteen mee aan tafel zitten. Ja. Als je Parlevliet van de Plas neemt, Katwijk, enorme grote vishandelaar. Maar niet een klein beetje. Van vangst tot verkoop. Een miljoenenbedrijf is dat. Ja, en er werken duizenden mensen. Ja, ja. Een paar kilometer daar vandaan zit Weesklier. Ja. Op het Bioscience Park. Zeker. Een wereld die ik ook niet echt ken. Klopt. Maar wel heel prominent is. En waar Leiden de vruchten van plukt. En dan hebben we Infotheek. Dat zijn mensen die nog in Leiden Dorp zitten. Daar begonnen zijn huis aan huis computertjes maken. En nu... Volgens mij zitten ze inmiddels op Roomburg. Oh, ik dacht dat ze nog in Leiden Dorp. Maar in ieder geval, Infotheek is een bedrijf dat begonnen is met huis aan huis computertjes maken. En nu door Europa zit. Ja, met hard werken en met vallen en opstaan is dat echt een bedrijf geworden om rekening mee te houden. Maar ik vind dat heel stoer. En hebben we ook nog die Bollenstreek? Hebben we hier zeker, liggen. Heel het mooi. Is zo divers. Is dat kenmerkend voor de Leidse regio? Nou, het... als je eigenlijk, dat zijn micro-economietjes op zichzelf. Als je alleen al als Leidenaar, als je naar je eigen stad kijkt en je kijkt naar de verschillende wijken, elke wijk heeft ook zijn eigen karakter. Zo heeft Katwijk aan de Rijn, het zijn ook al twee verschillende. Dan heb je Valkenburg en Rijnsburg, die horen ook tot de gemeente Katwijk. Maar ze zeggen niet voor niks, een vis is geen ui. Heb je dus verschillen, maar die zijn van oudsher gegroeid. Omdat het verschillende economieën zijn. Op zee had je de visserij die heel belangrijk was. Daar had je de reders, de vissers. Dus had je daar de tweedeling. Op aan de Rijn of op het zand. Daar heb je de tuinders, de kwekers, de mensen van de logistiek. Later kwam daar de bouw en vervoer en alles wat er aan aanpalende economie bij hoort. Dus dat zijn twee, van oudsher twee verschillende economieën. Maar Leiden heeft altijd een bindende rol gehad. Als zijnde het centrum waar de kinderen gingen er allemaal naar school. Ja. Als je in Lisse komt of in Roelof Arendsveen of je bent in Katwijk. Als je zegt van Leiden, iedereen kent Leiden. Want ja, een mooie stad, fijn, ja, goede herinnering aan, warm, is mijn stad. Ja. Want maar daar heb ik op school gezeten. Dus we spreken echt tot slot, we spreken echt over die Leidse regio ook omdat die binding er gewoon is. Ja. Andersom is die niet vanzelfsprekend. En daar hebben we echt aandacht voor nodig. Waarom bedoel je andersom? Om een Leidenaar, die houdt van zijn stad, is dol op zijn stad. Maar... En die komt wel eens in Katwijk in de zomer om een ijsje te eten, lekker op het strand. En die gaat een enkele keer naar de Bollevelden in Lisse. Maar de economische binding, die is veel minder.
minder vanzelfsprekend. Mooi onderwerp. Volgende week gaan wij verder spreken tijdens Ondernemersdag 071 in Corpus voor de inspiratiesessies, die zijn vol. Maar de talkshow, daar kan iedereen zich nog voor inschrijven. Ja. Daarna hebben we ook nog natuurlijk iets lekkers in het verschiet na de talkshow. Daar verheugen we ons nu al, toch Gerna? Altijd fijn. Gerna van Leven, dankjewel dat je hier was. En ik zie jou volgende week bij Ondernemersdag 071. Kijk ernaar uit. Tot zo voor deze uitzending van Aan tafel met Leendert. Vrijdag zijn we er weer, dus tot vrijdag. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Zorgtalent.